Vrouwen moeten ook de gelegenheid krijgen om hun stempel te drukken in de ICT-branche. Wereldwijd wordt op 25 april Girls in ICT Day gevierd. Het betreft een jaarlijks evenement dat wereldwijd wordt gevierd om meisjes en jonge vrouwen aan te moedigen en te empoweren om een carrière in het ICT-vakgebied te overwegen. De ICT-associatie wil deze dag vieren met het thema Meisjes empoweren voor een digitale toekomst. Voorzitter van de ICT-associatie, Virgil Pinas, zei dat er van het jaar gekozen is om jonge dames naar verschillende ICT-bedrijven te brengen om een praktische ervaring op te doen. Deze bedrijven zijn onder andere Telesuur, Datasuur, PTC, VSH en Creative Tech Hub. Deze vijf bedrijven uitgekozen, dus de leerlingen, de meisjes, die gaan naar deze bedrijven toe, waar ze eigenlijk praktisch kunnen zien wat er gebeurt op het gebied van ICT. Bij Telesuur gebruikt Telesuur ICT in een operatie, hoe doet Datasuur dat, maar ook PTC, wat voor opleidingen zijn er in die richting, zodat ze daar die informatie kunnen verschaffen, maar ook gestimuleerd kunnen worden om zeg maar maybe een carrière in die richting te kiezen. Pina stelt dat deze ervaring belangrijk is omdat de ontwikkeling in deze branche stimuleert. Voor vrouwen is het vooral cruciaal hun positie in deze branche goed in te nemen. Je merkt dat eigenlijk kan je niet draaien zonder ICT. Het is een belangrijke voorwaarde om duurzame groei en ontwikkeling te gaan stimuleren. Ik blijf het steeds zeggen elke keer dat ik praat over ICT. Dat ICT eigenlijk geen doel is, maar het is een middel om vooruitgang te boeken. En je ziet ook met ontwikkelingen op artificial intelligence, digitale transformatie. You have no choice. En waarom ik het heel erg belangrijk vind, is omdat ICT, als je daarin investeert, je eigenlijk die gat die je hebt met de rest van de wereld, als je praat over Suriname, dat je die makkelijker kan dichten. Dus vandaar dat ik blij ben met deze initiatieven, zodat meer mensen die richting op gaan. Er worden stappen gemaakt om het gat eigenlijk te gaan dichten en vandaar ook dit initiatief. Maar je merkt wel dat steeds meer vrouwen interesse krijgen in dit vakgebied. En ik hoop dat dat door blijft gaan, zodat die genderkloof eigenlijk helemaal weg te denken is. Pinas geeft vooral aan de vrouwen mee om zich niet uit het veld te laten slaan. De ICT-organisatie gaat door met het organiseren en ontplooien van projecten als ondersteuning en realisatie van de gestelde doelen.